De basis was het idee dat een omgeploegde akker, dat is eigenlijk natuurlijk een soort ribbeltjesveld, maar dan heel klein, dat dat heel effectief zou zijn om het grondgeluid te reduceren. En wat we eigenlijk gedaan hebben is die ribbels vergroten op een veel kleiner oppervlak. Dus het maken van grote aspergebedden rond de grote poldersloten in de Haarlemmermeer. Het heeft een bijzondere functie. Het dempt het geluid. Maar het geeft in de grote maat van de polder ook een heel bijzonder dwaallandschap. Hè, waar je eigenlijk in een soort labyrint hier kunt wandelen. En er zijn ook een aantal plekken in het park waar ook kunstprojecten aan zijn toegevoegd. Die ook uitnodigen en uitdagen om omhoog te klimmen en van dat uitzicht te genieten. De geluidsstrategie is erop gebaseerd dat met enige regelmaat die ribbels in het landschap zou moeten worden aangelegd. En daarom is ook bij de polderbaan zelf een ribbeltraject gerealiseerd naast het plan in Buitenschot zelf.